Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Ik hoop dat jullie een topdag hebben. Ik in ieder geval wel, want ik ga vandaag een nieuwe game checken. En die game heet Tannenberg. En de game staat al een tijdje op mijn lijstje. Ik ben er gewoon simpelweg niet aan toegekomen. Maar voor degene die zich afvraagt, wat is Tannenberg? Tannenberg is een squad-based multiplayer shooter dat zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog. En je raadt het al, tijdens de Battle van Tannenberg. Het is ook nog eens een game van Nederlandse makelaar. Het komt van Nederlandse Blackmail Games. Des te meer reden om dit te gaan checken dus. En misschien ben je bekend met Verdun. Dit is een soort van de opvolger van Verdun. Niet helemaal, want het is een expansion. Maar het is een standalone expansion. En dat wil zeggen dat je de game Verdun niet nodig hebt om deze game te kunnen gaan spelen. Ik ben reuze benieuwd. Ik heb de trailer gezien. Het zag er best prima uit. De game is sinds 2017 via Early Access op PC beschikbaar. Is vorig jaar volledig uitgekomen. En is sinds deze week ook speelbaar op de console. En ik speel hem op de PlayStation 4. En dat gaan we nu dus doen. De game heeft drie verschillende game modes. Attrition, Rival Deathmatch en Maneuver. Wij gaan Maneuver spelen. Dat is volgens mij de main multiplayer mode. Hij staat hier ook het grootste bij. Capture territory, drain your opponents of victory points. And if possible, encircle and cut off enemy positions. Dat klinkt natuurlijk een beetje zoals Battlefield's Conquest. Waar helemaal niks mis mee is. Dus dat gaan we spelen. De game is overigens in 64 player op PC te spelen. In maximaal 40 players op de PlayStation. In Maneuver, the Entente and Central Powers fight to dominate a large battlefield. They can achieve this by capturing sectors on the map that are linked to their headquarters. Sectors can be captured by entering the tactical control point inside the sector and holding the majority of players. The larger the majority, the faster the capture will go. Some sectors on the map are special positions and give the controlling team the option of using it against the enemy. Each captured sector adds an amount of control points to the faction. Capturing the important key sectors gives significantly more control points. Controlling the majority of control points will drain the enemy resources. A team wins once the enemy resources have been drained completely, or if time runs out. A team can also win by capturing the enemy headquarters. They can only do so if they have cut off the headquarters from the rest of the map. Okay, daar zijn we. Zoals ik al zei, het doet me een beetje aan Conquest denken. Ik zal je alvast waarschuwen, als we Battlefield 1 mogen geloven, dit gaat geen fijn aangezicht worden. Ik ben echt heel erg slecht in Eerste Wereldoorlog shooters. Dat kan aan de wapens liggen, dat kan aan mij liggen, ik heb geen idee. We gaan het zien, maar weet dat ik je alvast gewaarschuwd heb, dus ik wil geen nastiness in de comments hier. Even kijken, squads. All four-man squads across all matches are also individually browsable. Squads can level up and are of a certain type indicated by the icons. Press square to display the match and the squad is playing in and its location. Okay, laten we het doen. Next, next, next. Okay. Ik geloof het allemaal wel. Ik geloof het allemaal. Ik wil gewoon spelen. Finish. Okay. Laten we hier joinen. Join us, ja. Yeah. Dan gaan we. Galicia. Maneuver. Okay, daar zijn we dus. Het lijkt erop alsof we redelijk voor staan. Laten we onze teammates joinen. Gaan we hier spannen, toch? Bonvenit bij front, Peter. Daar zijn we. Oeh. Oh, ik had wel gehoopt dat ik betere wapens zou hebben. Zijn die... Zijn hier ergens betere wapens te vinden? Oké, we kunnen hier een call in 43 seconden. Er loopt iemand met een mes gewoon ons ding op en steekt gewoon twee van mijn mannetjes neer. En nu wordt de armor train afgepakt. Spawn, 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 spawn. Kom op, spawn. Oh nee, dat duurt lang. Oké. Moeten we... Waarom heb ik zo'n wapen? Dat is toch geen manier om equipped te raken in tijdens de Eerste Wereldoorlog. Oh shit. Oké, daar staat hij niet meer. Oké,
hem hebben. Hij is dirre. De eerste kill is in de bag. Mag ik alsjeblieft goede wapens doen? Ik vertrouw dit niet. Oh. Ik voel me zo kwetsbaar hier. Ik sta er precies hetzelfde bij als die gast net. Dat kan niet goed zijn. Ja, we hebben er nog eentje. Ik zag hem daar lopen. Ja. Ik zag hem daar lopen. Oh, daar loopt er nog een. En wat is er nog een? Oké. Dit ding is ontzettend OP. Je hoeft maar naast ze te kijken en ze zijn al dood. Die boom is daar niet tactisch geplaatst. Die had iemand omver moeten zagen helemaal. Oké, wat gaan we doen? Ja, we gaan pushen. Hè? We gaan hier niet blijven natuurlijk. Maar ik wil wel wapens. Dit is wel een probleem namelijk. Call. Oeh, we hebben er nog eentje. Wat is die aan het doen? Is hij dood of niet? Ja, hij is dood. Oké, we gaan call and support. Oké, we gooien het gewoon hierop. Ik heb geen idee wat ik nu heb gedaan, maar het klinkt wel goed. Ik moet zeggen, voor een kleine studio ziet het er echt vet uit. Het is natuurlijk niet zo polished als een Battlefield. Maar mag je dat verwachten? Ik denk het niet. Er zijn nog niet heel veel mensen tegengekomen. Ja, ik wil verkennen natuurlijk, maar het lijkt me heel erg belangrijk om, om die armory... Ja, kijk, hij wordt nu al afgepakt, de armory. Oké, ik kan niet meer sprinten. Oh, nu wel. Kijk, hij wordt nu al afgepakt. Oh. Oh, het is echt one shot, one kill. Ik was echt veel te laat ook. Oh. Oké, nu wordt de armor train afgepakt. En de monastery, die wordt ook afgepakt. Nee, we gaan bij hem spawnen. Deze man hier. We staan heel erg ver voor wel. We staan wel echt heel erg ver voor. Ik volg deze man gewoon. Maar waarom heb ik zo'n kneuzenwapen? Daar snap ik echt geen moer van. Het lijkt alsof iedereen een kneuzenwapen heeft namelijk. Oké, rushen. Ik zag hem rechts ook al lopen, mijn teammate. Dit was zo scheef. heeft hij een wapen? Nee. Mijn god. Blijf op die dingen staan. Oeps. Doei. Doei. Waar komt dat vandaan? Je hoofd laag houden natuurlijk. Oké, daar. Oh. Dat is nooit goed wanneer je teammates naast je neervallen. Hoppakee. Oh, en ik word weer onder vuur genomen. Maar ik heb geen idee waar vandaan, joh. Het is moeilijk om in te schatten waar vandaan je beschoten wordt. Het lijkt wel van alle kanten komen. En dat kan natuurlijk ook. Maar het voelt niet goed met het wapen wat ik heb. Daar kwam er eentje. Bernard! Sorry jongen. Ga maar heel even liggen. Even snel die call doen dan. Avem un avion de recunoaștere deasupra noastră. Oké, die hebben we gedaan. Oké, daar is het vliegtuig. Dat is ons support. Hier ligt ammo. Ja, daar loopt er weer eentje. Oké, die is dood.
Ah, hij staat gewoon naast me, joh. Ik hoor ook geen voetstappen. Dat is wel kwalijk natuurlijk. Ach, kom op, ik moet toch een beter wapen kunnen krijgen? Zou je zeggen. Ik heb wel een gewoon wapen. Kijk, hier stond er eentje. Oh my god. Dat is mijn teammate. Oh, dat scheelde niet veel. Ja, daar kon je dan op wachten, hè. Mijn teammate is sowieso niet ver gekomen dan. Als we daarnaar kijken. Ja, we gaan gewoon weer bij de armor train spawnen. Het voelt een beetje als mijn tweede thuis. Zet er hier een enemy? Ik zie hem niet. Ik ga wel weer een call maken. Savina Vionol. Oké, die gooien we gewoon weer die kant op. En ik denk dat we gewoon lekker die kant op gaan lopen. Oké, slecht idee. Gelukkig is het moeilijk mikken met die wapens, waardoor als ik gewoon blijf... Oh mijn god. Als ik gewoon blijf rennen, is er niks aan de hand. Oké, kom op. We drain the enemy's resource points. Victory! Oh, wat voelt het goed. GG. GG allemaal. Best squad of the match. Bam, bam, bam. Ja hoor. Even kijken, scorebord. 8 kills. 4 deaths. Deaths. Niet verkeerd. Dit was wel een leuk potje. Het voelt alleen wel, en daar moet ik ook gewoon heel eerlijk in zijn, dat deze game veel beter te spelen is met muis en toetsenbord. En nu hoor ik je zeggen, ja, maar dat geldt voor elke shooter. Nee, dat geldt niet voor elke shooter. Ik merk hier gewoon, ik mis een bepaalde finesse in de controller daarmee. En dat geeft niet. Daar kan je aan winnen. En daar kan je ook beter in worden. Maar het voelt alsof dat meer voor mij zijn toetsenbord bedoeld is. En heel eerlijk, als je kijkt naar de framerate. Dit is niet gemaakt om op consoles te draaien. Een multiplayer shooter. Die heeft gewoon een hoog aantal FPS nodig om gewoon lekker te kunnen spelen. En dat zie je hier niet terug. Is dat killing? Nee. We hebben games zoals Destiny gezien. Gewoon mainstream succes. AAA titel natuurlijk. Draait ook gewoon op 30 fps. Heeft ook gewoon competitieve multiplayer. En dat werkt prima. Alleen voor mij persoonlijk speel ik hem dan toch echt liever op de PC. Dames en heren, dit was een hele korte blik op Tannenberg. Vanaf deze week dus beschikbaar op PlayStation 4 en Xbox. Was al een tijdje beschikbaar op PC. Wil je nou meer van deze games zien? Hou dan mijn Twitch kanaal. En dan gaat het twitch.tv/koosgk. Daar gaan we deze game zeker nog een keertje aanraken. Ik heb 1 key daarbij om weg te geven. Dus wil je met me mee aan de frontlinie strijden? Laat het mij dan weten. En wie weet gaan we samen live op stream Tannenberg spelen. En dan gaan we ook nog heel even de andere game modes checken. Er zijn nog 2 andere game modes dus. Dit was Maneuver. Een soort van Conquest. Ik neem aan dat de andere een soort van deathmatch is. En wat die derde gaat zijn, geen idee nog. Daar gaan we gewoon straks lekker in duiken. Voor nu, bedankt voor het kijken. En ik check jullie de volgende keer. Later!